Een nieuwe club van jou, hoe bevalt het hier? Ja, klopt. Ja, bevalt goed. Het is een mooie club, een mooie stap voor mij. En ja, bevalt heel goed tot nu toe. Een basisplek, had je die verwacht? Ja, ik heb meestal in de voorbereiding wel gewoon ook bij de basis gespeeld en getraind. Dus op een gegeven moment heb ik mezelf wel gewoon in de basis gewerkt, zeg maar. En, dus ik had wel verwacht dat ik vandaag zou spelen. Toen ik jouw naam op het wedstrijdformulier zag staan, moest ik meteen denken aan Aad Mos. Hoe vaak heb je dat gehoord? Ik denk dat we al richting de 1000 keer of zo gaan nu. Ik word er nog heel vaak mee geconfronteerd, ja, dat klopt. Maar dan lijkt me extra fijn dat je dit jaar ook jezelf echt kan laten zien. Ja, precies. Het zijn bepaalde woorden geweest waar ik nooit mezelf... Ja, ik heb mezelf nooit ervoor kunnen inzetten, zeg maar. Ik heb het nooit kunnen laten zien of het... En nu voor mij is het gewoon fijn dat ik gewoon lekker kan spelen. Dat ik aan de mensen kan laten zien wat ik kan en wat ik in huis heb. Had je eigenlijk verwacht dat je bij PSV meer kansen zou krijgen in de afgelopen jaar? Ja, op zich wel. Op zich wel. Ik had wel verwacht dat ik een kans zou krijgen, in ieder geval afgelopen seizoen. Sowieso. Maar dat mocht nog niet zo zijn. En voor mij nu deze stap. En het is gewoon mooi dat ik nu hier kan laten zien. En hopelijk daarna dat ik wel de kans krijg bij PSV en dat ik die wel kan pakken. Hebben ze jou een opdracht gegeven toen je hier naartoe ging? PSV? Ja. Nee, ja, ik heb even met hem gesproken en die zeiden gewoon succes meteen de eerste wedstrijd. Ja, die zullen wel blij zijn daar, denk ik, ja. Ja, want heb je voor jezelf ook een doel gesteld wat je dit jaar wil bereiken? Ja, gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen en mezelf zoveel mogelijk laten zien en laten zien wat ik kan. En ik denk dat het een mooi begin is. Het ging natuurlijk niet alles goed, maar dat is ook lastig tegen zo'n goede tegenstander. Maar ik denk dat we redelijk goed begonnen zijn. Ja, het lijkt me een flinke vuurdoop inderdaad, meteen de eerste wedstrijd tegen Ajax. Heb je al wel bedankjes gekregen vanuit Eindhoven? Of? Nee, ik heb nog geen bedankjes gekregen. Ik denk dat ze een druk bezig zijn met de eigen wedstrijd, dus dat is alleen maar goed. Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Ja, het was een lastige wedstrijd. Je komt twee keer op voorsprong. Ajax natuurlijk meer balbezit, meer... Zet ons heel erg onder druk en aan ons gewoon om verdedigend zo goed mogelijk te staan. En natuurlijk hadden we het met het moment heel lastig, maar ik denk dat we tevreden mogen terugkijken op deze wedstrijd. Ja, je hebt misschien eigenlijk wel de winst laten liggen als je terugkijkt naar de kansen die je ook nog gehad hebt. Ja, absoluut. Ik denk, vooraf klinkt het misschien raar, maar ik denk dat je hier achteraf dat je wel de winst had kunnen pakken inderdaad. Ja, er werd ook nog even gezegd dat het tweede doelpunt van Tadić misschien toch buiten spel was. Hebben jullie daar nog over gehad met elkaar? Nee, maar toen ik mijn telefoon opende had ik wel een aantal berichtjes die zeiden van ja, buitenspel. Ik heb het zelf niet teruggezien. Voor mijn gevoel was het wel buitenspel, maar de VAR zal het goed gezien hebben, denk ik.